Aan het begin van de 21ste eeuw zag je ook dat steeds meer mensen in verschillende lidstaten moeite kregen met het beleid van de Europese Unie. Ze kregen het gevoel dat de Europese Unie steeds groter en machtiger werd ten koste van hun eigen identiteit in het land. Dit gevoel werd gevoed door populisten. Populisten zijn mensen die voor hele moeilijke vraagstukken vaak hele simpele oplossingen bedenken. Te simpel. In heel veel Europese lidstaten zie je ook dat begin 20e eeuw dat populisme opkomt zetten. Populisten proberen uh, gebruik te maken van de onvrede onder een deel van het volk, door daarop in te spelen en dus makkelijke oplossingen te geven, te makkelijke oplossingen voor die problematiek. Uh, een heel belangrijk instrument van populisten is vaak ook het referendum. Vraag het volk om uitspraak te doen over iets heel complex en waar vaak het gevoel dan bij uh, boven speelt. Een goed voorbeeld daarvan is uh, in Groot-Brittannië het referendum over het. Uh, het uitstappen uit de uh, Europese Unie. Een nipte meerderheid van de, uh, van de Britten stemde voor... ...en, uh, en, uh, en Groot-Brittannië heeft uh, de Europese Unie uh, zojuist verlaten. Het referendum werd eigenlijk voor het eerst in een Europese uh, situatie ingezet... ...in 2005 bij uh, het voorstel voor een Europese grondwet. Nederland en Frankrijk schreven toen een referendum uit... ...om hun burgers te raadplegen over dat nieuwe voorstel. Elke Europese Unie-lidstaat moest namelijk akkoord gaan met die grondwet... In Nederland stemde men tegen, en Frankrijk ook, tegen die Europese grondwet. En daarmee kwam die Europese grondwet er dus niet. Dit was voor het eerst eigenlijk een mooi moment om te zien dat het volk dus inspraak kreeg in, uh, in, iets, in iets complex als de Europese Unie. En het was ook eigenlijk de eerste aanzet tot de onvrede bij een aantal landen over hoe groot de Europese Unie langzamerhand aan het worden was.